Rebecca die aan het poepscheppen is. Super belangrijk. En Tessa, die gaat de proef rijden. Heel veel succes, Tessa. Je kan het. En Kim die gaat voorlezen. Succes, Kim, met voorlezen. Dankjewel. Ik heb besloten om de proef gewoon even in te spreken. En dit voornamelijk omdat er heel veel bijgeluiden zijn. En ik op deze manier ook gelijk eventjes het commentaar van de jury erbij kan vertellen. Dus Kim leest eigenlijk voor, maar ik heb het geluid eronderuit gehaald. En we beginnen met AXC binnenkomen in arbeidsdraf en C op de linkerhand. Hier krijgt ze een 6 voor en het bestaat als commentaar tweede deel iets van de AC-rij. Hierna gaan we over op EBE grote volte. Hier krijgt ze een 8 voor. Ik vind het wel leuk, de vriest lekker. Hierna gaat ze bij FXA van hand veranderen. Voor dit hand veranderen krijgt ze een 7,5 en is verder geen commentaar bijgezet. Dus het is de eerste keer voor deze proef buiten en ook in het echt. Dus het is eigenlijk redelijk relaxed. Ze is van hand veranderd en nu gaat ze door naar de volgende oefening. BEB, de grote volte. Voor deze grote volte krijgt ze zo meteen een 6. En als aandachtspunt staat er, je pony moet de volte inkijken. En als we met haar meekijken op het beeld, dan zie je ook dat Sterre iets te veel naar buiten kijkt. Na de volte zometeen mag ze tussen F en A overgaan in arbeidsstap. Zullen we nog even de volte afmaken. En dan zometeen bij F gaat ze over in stap. Hier krijgt ze een 6,5 voor. En er staat als commentaar achter mag actiever blijven. We krijgen nu de oefening KXM van hand veranderen in arbeidsstap. Tussen X en M op de diagonaal overgang arbeidsdraf. Voor deze oefening krijgt ze een 7 en er staat achter actiever. Nou, na X gaat ze keurig over in draf. En nu gaat ze voordoor naar de volgende oefening. En nu mag ze bij E gaan afwenden. Als commentaar staat daar let op stelling. En ze krijgt hier een 5,5 voor. Dus gaan we even kijken. Ja, hoofd gaat omhoog. Nou, mag ze weer op de rechterhand. Daar krijgt ze dan een 6 voor. Tussen F en A mag ze arbeidsklop naar rechts aanspringen. En hier krijgt ze een 6 voor. Tussen H en C mag ze dan vervolgens over in arbeidsdraf. En daar krijgt ze ook een 6 voor. Nou, ze is even in draf. En dan gaan we nu naar B afwenden. En hier krijgt ze dan ook echt een 7 voor. Dus dat heeft ze netjes gedaan. Dan mag ze bij E op de linkerhand. En dan staat weer let op stelling. En dan tussen K en A, arbeidsgenop links. Hier staat een 6,0. En dan staat er valt in draf, netjes hersteld. Zometeen zie je dat ze in draf valt en weer in galop gaat. Tussen C en H, overgang arbeidsdraf. Hier krijgt ze een 5 voor. Dan K, D, H, een linksomkeert. Daar krijgt ze een 6,5 voor. Er staat moet naar binnen kijken. En je ziet hier ook dat Sterre enigszins naar buiten kijkt. Nou, dan gaan we naar de CXC grote volte. Hier krijgt ze een 6,5 voor. Pony mag de volte meer inkijken. Nou, we zijn de afgelopen tijd daar ook wel mee aan het oefenen gegaan. Maar ik stel dat ik het snel buiten ga kijken.
Nou, dan vervolgens gaan we naar FDM, de rechtse omkeer. De rechtse nummer 5,5 voor. Dus dat gaan we zo even kijken. Actiever plus pony moet de bocht inkijken. Dus deze jury let vooral op meekijken van de sterren. En dat moet Tess en Sper samen even leren. Dus er is helemaal niks mis mee. Nou, na de rechtsomkeert gaan we naar HXF van hand veranderen. Je krijgt een 6 voor en daar staat actiever. We gaan naar HXF van hand veranderen. En hier mag ze dus ietsje meer doordraven. Het is allemaal wat zachtjes. Dan tussen F en H overgang arbeidsstap. Daar staat een 6,5 en staat wederom actiever. En dan mag ze bij A afwenden. Hier krijgt ze een 7 voor. Dat gaat netjes. En dan krijgt ze tussen X en G halt, houden en groeten. Dan krijgt ze een 7,5 voor. Die staat iets naast de AC-lijn. Keuren. Recht en vierkant. Dus we gaan even meekijken. Stop. Ja hoor. Nou, niet helemaal vierkant, maar toch wel heel aardig.